deze richtlijnen. De heer De Groot. Ja, voorzitter. Dankzij NSC staat Nederland nu in Europa bekend als een onbetrouwbare partner. Weten we ook zeker dat we de komende tijd helemaal niets meer voor elkaar kan krijgen. Verstaat NSC dat onder goed bestuur? Oh, Hertzberg. Wij verstaan het onder goed bestuur, omdat Europese verordeningen, die dus direct van kracht zijn in Nederland, dat die een groot draagvlak in de Kamer hebben. En dat had dit niet. De heer De Groot. Ja, dus u gooit dan een beetje de hele Nederlandse positie daarom door de schredder. Maar bovendien, voorzitter, het klopt ook niet. Want er staat gewoon een nationaal plan in. Het is precies wat NSC hiervoor pleit. Dat zit in de systematiek van de verordening. Dus dat is hartstikke goed nieuws. He, je hebt een paar doelen die een beetje aanvullend zijn. Die zijn eigenlijk nodig om de vogel- en habitatrichtlijn te halen. Daarvoor heb je deze natuurherstelverordening nodig. Zo simpel is het. En je mag ook nog een nationaal plan maken. Dus waarom bent u eigenlijk tegen die natuurherstelverordening? Waarom, dat nationaal plan kan er toch gewoon komen? Mevrouw Hertzberg. Nou, het mooie is, nationaal plan, wij kunnen dat zelf inderdaad inrichten, ook zonder natuurherstelverordening. Wij kunnen, sterker nog, dat hebben we al voor een deel gedaan. Het NPLG is er, dat zijn we nu invulling aan het geven. Dat gaat moeizaam, dat moeten we misschien herzien. Maar daar zijn we al mee bezig, zonder dat daar een juridische verplichting vanuit Brussel op ligt. Dus dat is ontzettend goed nieuws. En dat wij dat gewoon in Nederland kunnen doen, zonder Europese dwang. Laatste interruptie, de heer De Groot. Ja, en daarmee trekt NSC zich bij het zoveelste dossier terug achter de dijken. Met de rug naar de rest van de wereld staan. Terwijl ook in uw eigen verkiezingsprogramma dat Europese speelvlak ook van belang is. Maar als u het nationaal wil doen, dan zult u ook gewoon ongeveer dezelfde maatregelen moeten gaan nemen. En het eerste wat u dan waarschijnlijk gaat zeggen, ja, maar wij doen het wel en de buurlanden niet. Dus hoe kijkt u dat dan tegenaan? Want dan weten we het volgende alweer. Nou, ik denk dat het nieuw sociaal contract tot nu toe heeft laten zien dat wij ontzettend zijn voor de versterken van Europa en samen optrekken in Europa. Maar nee, niet op alles. En bijvoorbeeld op klimaat, wat een grensoverschrijdend probleem is, waar wij inderdaad en waar markteffecten zitten, waar het ene lidstaat harder gaat drukken dan het ander, dat je waterbedeffecten krijgt. Of op de interne markt. Of richting onze buitengrenzen, dat wij daar sterk met elkaar in optrekken. Maar dat betekent ook dat je moet beperken. Dat je Europa moet laten doen waar het goed in is, namelijk het grensoverstijgende. En niet zoals in deze natuurherstelverordening gaan voorschrijven hoeveel stedelijk groen er is, hoeveel boomkroontoppen percentage er is in steden. Dat vinden wij een heel slecht idee. We vinden dat Brussel daar niet over gaat, niet over zou moeten gaan. Voorzitter, afrondend, u maakt een karikatuur van de verordening. Ja, het staat er gewoon in. Nee, en het enige wat u tot nu toe heeft gedaan is een bom gooien op de Nederlandse positie, de Nederlandse betrouwbaarheid in Europa. Mevrouw Koekoek. Dank u, voorzitter. Het nieuw sociaal contract wil niet uit bestaande afspraken stappen. Dus dat vind ik goed. Hè? De vogel- en habitatrichtlijn is een bekende. Kaderrichtlijn water is ook een bekende. Andere bekende is de bossenstrategie. En het voorbeeld wat nu wordt gegeven over die boomtoppen. Als je het hebt over hoeveel bos en hoeveel boom moet je aanplanten, dat valt binnen zo'n bossenstrategie. Dus op het moment dat we daar niet uit willen stappen, en nieuw sociaal contract is daar geen voorstander van, die wil zich houden aan bestaande afspraken, dan creëer je een situatie waarin er allerlei verschillende regels bestaan die samenkomen in bepaalde sectoren, zoals in de landbouw. En de natuurherstelverordening, die brengt dat samen en die maakt het geheel overzichtelijk. Dus als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, waarom zouden we dan niet voor die natuurherstelverordening zijn? Want daar, die overzichtelijkheid, daar is veel meer behoefte aan dan dat hele aparte sectorale aanpak wat we nu hebben. Mevrouw Hertzberger. Nou, volgens mij laat mevrouw Koekoek juist zien dat we gewoon afspraken kunnen maken als het grensoverstijgend is. Volgens mij is de bossenstrategie, nou weet ik het even niet uit mijn hoofd, maar in de natuurherstelverordening komen daar in ieder geval resultaatverplichtingen bij die juridisch bindend. Nou ja,
Dat staat in het impact assessment, dus ik weet niet. En in het juridisch memo overigens, daar hebben we het nog niet eens zoveel over gehad. Maar er staat gewoon dat je individuele toetsen krijgt, dat het effect heeft op de vergunningverlening van de activiteiten. En naar mijn weten is dat bij de bossenstrategie niet het geval. Dus het is een stap verder op wat er nu al ligt. En niet alleen een nietje erdoor. Als het alleen een nietje erdoor was geweest, dan hadden we het niet inderdaad, dan is het ook overbodig. Mevrouw Koekoek. Daar zijn we het fundamenteel oneens. Want juist op het moment dat je ergens eenheid inbrengt, wordt het bijvoorbeeld voor boeren veel makkelijker om zich ergens aan te houden. Dat is bijvoorbeeld wat het NPLG ook zou moeten doen.